Log jongens, heel even stoppen. Mijn headset is uitgevallen. Sorry. Joris, je moeder is lelijk. Joris. Epic Mod. Hey kijkers, wat is David Games? Welkom bij een gloednieuwe video van Epic Mod. Ik heb een tijdje niet meegedaan. En dat komt omdat ik deze serie eigenlijk helemaal niet deed. Maar vanaf vandaag, Kees gaat uitleggen. Vanaf vandaag zie je David weer op Epic Mod. En het is eigenlijk een beetje David en Kees. En nu ook een keer Joris. Joris. En dat is het een beetje. Ja, het gezellig worden. Jij bent wel de meest ervaren Epic Mod speler van DWG. En Marnik volgens mij van de hele server. Ja, maar je moet ons wel een klein beetje doorleiden. Want Joris, jij bent er een maand niet geweest en ik 2 maanden niet, denk ik. Nou, to be honest, vorige week of zo ben ik nog geweest. Ja, vandaar dat ik ook het mooie maanpak nog steeds aan heb. Wow! Mooi maanpak. Moet je kijken wat ik met dit zwaard kan, Joris. Hou eens vast. Holy crap, rechtermuisknop en dat zwaard. Naar voren. Ja, en los, en los. Wat? Oh my god. Dat is fucking vet. Kan ik Kees ermee slaan? Oh nee. Nee, dat kan niet. Nee, doe niet. Wow. Ja, ik kreeg een klap. Dat is echt het coolste zwaard voor PvP'ers. By far gewoon. Nee, maar inderdaad. Het laden duurt eventjes. Ja, oké. Van die konijnenhopjes heb je dan. Het ziet er cool uit. Ja, vertel je verhaal. Oké, vertel mijn verhaal. Nou. En een beetje rap. Oké, ik ga het heel snel uitleggen. Marnik heeft heel veel op deze server gebouwd. En we gaan even al zijn creaties laten zien. Want dat dacht ik, dat is super cool. Jullie weten half niet wat Marnik allemaal heeft gebouwd. En neer heeft gezet. En waar hij allemaal mee bezig is. Ik heb ergens meegekregen dat hij een illegale drugspraktijken had. En van al dat soort dingen. Dus ik denk dat trouwens even allemaal show-offen. Maar het is nou jou een beetje, jij neemt deze serie op, zeg maar. Ja. Sta je dan ook in voor de gevolgen als Joris en ik per ongeluk iets kapot maken van Marnix? Dat is jouw schuld. Nou, dat is dan niet mijn schuld. Dan hebben de kaboutjes dat gedaan. Dat is een beetje het plan. Klinkt goed. Joris, heb je je pickaxe en je bijl? Nee, eigenlijk niet. Ik heb helemaal niks meer bij misschien me. Heb ik heb hier wel een bijl voor je, Joris. En een pickaxe. Ah, hier. Bam. Jongens, dus wat gaat er als eerste kapot? Nou, we gaan eerst naar Marnik kijken. We gaan hier naartoe. En dan gaan we eens even één dingetje doen. Wat Marnik altijd bij iedereen doet die een hele tijd niet op Epic Mod is geweest. Loop maar even gezellig mee. Als ik straks naar achteren kijk, ben ik jullie niet kwijt, hè? Nee. Wij zijn niet... wie was dat ook alweer? Jongens, ik ben David kwijt. David? Oh my god. Wat boven jullie? Oh, wat? Oh, maar natuurlijk is het weer best geworden. Ik had het helemaal niet aanzien komen. Nee, hè? Dacht je dat ik dat vergeten was? Nee. Absoluut niet. Oké, jongens. Toen ik wel. Ik ben het helemaal vergeten. Ik was het helemaal vandaag vergeten. Oh, shit. Sorry. Ben ik Kanoa. Oké. Maar ja, wat gingen we doen hier bij Marnix thuis? Nou, kijk. We komen hier even naartoe. We komen even hier. En toen zie je die plan met de Mandrake. Ik wil dat Joris er 3 van kapot slaat. Huh? Wat? Mandrake? Ja, sla er maar 3 van kapot. Deze? Dat is de verkeerde, dat is Belladonna. Dit was de goeie hoor. Dit was helemaal de goeie. 2, 3! Wat? What the fuck? Oké! Ik heb ze! Dan kan David de Mandrake worden. Dit is echt die guys uit Harry Potter ofzo. Ja, jazeker. Van Harry Potter. En daar heb je er nog één! Wow! Oh nee. Waar? Waarom ben ik aangevallen? Ik werd aangevallen. Ho. Niet, sla mij niet! Oh, nee. Sorry! Zo'n beest was. Nou, ik ben bij deze Wouter. Dan kun je zien maar die wil ik ook slaan. Ja, die wil ik ook op zo'n slaan. Oh, kut. Dan moet ik gauw iets anders zijn. Ik ben vandaag... Besluit het goed. Ja, ik heb er niet zoveel tijd voor, jongens. Maar vandaag ben ik heel even Dutch Terms. Heel even de Dutch Terms. Oké, dat is het mooi. Ja. En dan wil ik wel dat de opname een beetje snel gaat, jongens. Oké, dan gaan we de opname even helemaal snel fixen. David, of in ieder geval Vincent. Wil je toevallig ook een aantal van die Mandrakes even kapot slaan? Om het toch even te ervaren. Wee, yo! Als je met een Mandrake root op een plant slaat, dan gaat die plant dood. Dat is sneu. Ah. En nu? Heb je al horen die bij mij? Zijn dat mijn matties? Of zijn ze boos? Ik heb geen idee. Volgens mij zijn ze boos en vallen ze zo meteen aan. Ik heb hem doodgemaakt. Oké, dat is helemaal mooi. Nou, dan gaan we even verder. Wat een dierenbeest. Ja, inderdaad. Ja. We gaan even verder. Want ik snap het nut niet van waarom je die beesten wil hebben. Ja, ik snap het ook niet. Misschien... Maar het is gewoon een plannetje van Kees dit hoor, volgens mij. Ja, het is een plannetje. Uiteindelijk komt het helemaal goed. Ik heb hier nog een raket. Hé, leg gewoon neer. Nee. Oh, leef gevaarlijk. Oh, jongens, ik val! Hé, niet vallen! Oké.
En we moeten natuurlijk nog wel even wat van Marnik opblazen. Iemand is hier dood gegaan. Wie is hier dood gegaan? Ronald. Oh fuck! Ik sta aan het quicksand! Help! Help! Nou, sla hem. We'll watch you when you die. Oké, mooi. I'm good, I'm fine. Okay. Wat jammer. Er was trouwens één ding, en dat moet ik even met jullie bespreken, want ik weet niet of jullie dat kennen. Dat zag ik in de game, maar voor mij heeft niemand dat tot nu toe nog gedaan, gemaakt. Vertel. Even kijken. Ja, hier heb ik hem. Volgens mij was het deze, maar ik weet het niet zeker. Het kan ook deze zijn. Ja, jullie denken nou, waar heeft hij het over? I have no idea, David. Echt, ook voor de kijkers is dat leuk. Kijk, Joris, je hebt nodig deze. Oké. Okay. En dat zijn deze dingen. Oh, wat? Ja, maar wat is dat? Een soort TNT. Maar het lijkt hier plaats, zeg maar, dat het hele huis van Marnik zelfs nog opblaast. Dus we moeten even een veilige plek zoeken. Even kijken. Lease. Deze is ook super vet. Een lease chest. Dit is toch super cool? Kijk hoe die chest opent. Als je hem dichtmaakt, wow. Wauw. Hey Kees, we moeten even een veilige plek hebben hiervoor. Oké, dan gaan we hier naartoe. Ik denk dat hier zijn we een heel stuk van de stad af. Dus hier kan je het wel neerzetten. Oké, jongens. Afstand. Allemaal afstand. Ja. Ik zet mezelf er even in survival. Even eten. En moeten we nog iets van een bunkertje bouwen, jongens? Ik zou voorstellen om aan die kant te gaan, want dan kun je sneller wegrennen. Wacht. Dit komt goed. We gaan hier zo, gaan we het bekijken met vanuit een bunkertje. Oké. Een houten bunker? Ja. Een roze bunker. Oké. Hebben we misschien redstone? Ja, heb ik je gegeven, een fakkel. Ja, maar gewoon redstone zelf, zodat ik het op een afstand kan aansteken. Nou, red je wel. Je komt hier gewoon goed, bij, dan komt het heen. Oké. Welke eerst? Groen of blauw? Ja, groen. Groen. Oké, groen. Oké. 3. Oh, twee. Ik dacht misschien schiet ik hem aan. 1. Oh god. Rennen! Nee, godverdomme! Wat gebeurt er? Rennen! Ho! Wow! Die shit! Oké, dat is ietsje sterker als gewoon een TNT. Oké, maar dan die blauwe? Ja. Die wil ik op zich ook wel testen dan. Nou, ja, dan doen we dat toch? Op een andere plek? Op een andere plek inderdaad. Moet ik even kijken waar die dingen gebleven waren hoor. Want ik weet dus niet meer hoe ze heten. X. Ja, SDX, ja. Oh ja, ik heb er weer twee. We kunnen ook het hele huis van Marnik verneuken. Ik bedoel, het is een plan. En dan heeft hij gelijk alweer content om te maken. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik... Ja, gunnen we hem dat? Ik weet het niet. Gun het hem wel. Er is één ding... Wat is dit? Canvas? Wat is het blauwe, jongens? Ik heb het een keer blauw geverfd. Ik vond het blauw mooier staan. Oh, dat is verf. Oh, okay. Je hebt ook verf in de game. Jij had ook een keer mijn huis geverfd, David. Nou, ik weet wel. Ik denk dat we gewoon... Omdat we een nieuw seizoen willen gaan doen met nieuwe mods en dergelijke. Wat je vertelde. Inderdaad. Daar hebben we het straks nog wel eventjes over. Denk ik dat we gewoon nu systematisch afscheid moeten nemen van een aantal mensen op deze server. Die gewoon eigenlijk nooit meer ingelogd hebben nadat ze voor het eerst hier waren. Dus Joris... Het huis van Kevin. Laten we beginnen met Kevin. Kevin is als eerste. Wacht, moet je zorgen dat je hem goed op beeld hebt, Kees? Dan ga ik even een beetje zo staan op dit huis hier. Dan heb je een heel mooi beeld. Dan ga ik er even naartoe. Ja. Oké. Ik weet niet. Ja? Ja. Ready? Ready. Ah! Redden. Huh? Wat? Wat deed er vrij weinig. Was het de blauwe of de groene? Dit was de blauwe. Die doet niks. Nou, volgens mij heeft hij wel iets gedaan. Is er misschien interne schade of zo? Overal zie ik deurblokjes. Dus ik zie... Hè, er zijn wel dingen weg, maar ik kan hier gewoon lopen. Alles is zeg maar weggegaan. Bij mij loopt het server. Het staat er nog steeds. Volgens mij loopt de server helemaal vast. Ja, maar ik kon het niet... Oh, echt waar? Ik kon het niet hebben. Want ik zie jou helemaal niet bewegen, zeg maar. Dus, oh, ja. Daar gaan we. Yes. Dit is pas een goed afscheid van de server. Begrijp. Wauw. Maar wacht, nou ben ik enorm benieuwd naar hoe groot die explosie dan wel niet was. Ik denk wij allemaal. Let's echt see. De hele stad gewoon weg, weet je wel. Jongens, heel even stoppen, mijn headset is uitgevallen. Sorry. Wow. Dus ik hoor jullie nou niet meer. Ik denk ik geef het even aan, dan ziet het zo raar uit. Ik ben even mijn oortjes aan het zoeken. Joris, een headset valt het laatst ook enorm vaak uit, gisteren ook al. Joris, je moeder is lelijk. Joris. Hé hey Joris, ik heb altijd al iets tegen je willen zeggen. Ja, is goed Joris. Is goed. Ik verwissel... Ja, nu. Hoor je ons weer, Joris?
Ja, ik hoor jullie weer. Ah, oké. Okay. Nou, gelukkig. Je hebt niks meegekregen van net, dus. Nee, dat niks. Gaat Kees vooral niet in de video doen. Joris, ben je al ingelogd? Ik log nu in. Oké, Joris. Hoe ziet het eruit? Nou, kom zelf maar. Oké. Ik ben echt heel benieuwd. Oh. Dat was het. Helemaal niks dus. Maar, echt dus enorm mooi. Ja. De deur is er wel uit. Maar Joris, poging 2. Hier. Poging 2. Yes! Kom maar hoor Kees, kom maar omhoog. Ik kom omhoog. Gaan wij bekijken. Het goede bekijken. Spul. Het goede spul, het groene spul. Okay. Het groene spul. Nog een beetje. Kut! Wat is er? Rennen, wow! Boom! Wow, nou, daar ging Kevin naar huis. Doei. Ah, Kevin doet dus niet meer mee met de server. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Opgeruimd staat netjes. Hey, maar oorspronkelijk waren we volgens mij Marnix shit aan het bekijken. Heeft hij nog meer gemaakt dat er interessant is? Behalve dat je gekke plantjes kapot moet slaan. Oké, okay, kom maar even mee. Dat mogen jullie eigenlijk niet weten. Maar ik ga het je toch vertellen. Hier zit een geheime deur. Ik zie überhaupt geen deur. Sneaky! Oh, wow! Dit heeft... Oh. Wow. Oh, wow. Are you fucking kidding me? What the fuck? Oh, wow. No fucking Bedankt. Way. Hoe gebeurde dit, Joris? I don't know. Ik pak even wat spulletjes van je op. Je had zelfs een parachute. Ja, Joris is mee naar de maan geweest. Dat is voor de maan. Dat is maan shit. En die werkt hier niet. Nee. Nee, sorry. Nou, David, zullen wij anders even verder gaan met Marnix naar huis? Ja. Ik ben er weer hoor. Ja, is goed. Nou, holy shit! Marnix heeft er ik weet niet hoeveel dingen gedaan. En hier staan weer van die mandrake plantjes. Wat is dit voor pot? Ik heb geen idee. Het ging even een klein beetje verkeerd. Ja. En allemaal mooie kisten. Nice. Ik heb hier nog verder, heeft ook een witch oven. I have no clue wat hij allemaal maakt. Oh. Dit is epic! We gaan een paar van potions jatten. Oké, ik heb hier een potion of thorns. Wat zouden we doen? Wow! Die hebben we al een keer gebruikt in een aflevering, David. Ja, dat weet ik toch allemaal niet? Ja, nee, inderdaad. Maakt niet uit, maar... Wat is dit? Dat hebben we al een keer gedaan. Oh, shit! Wat doe je? Help! Ja! Ja! Zijn er meer? Zijn er meer van die dingen? Ja, veel meer. In de tweede. De tweede. Er zit genoeg in. Pak ze allemaal, Joris. Pak ze allemaal. Pokémon. Oh god, hebben we de beest hebben we wakker gemaakt. Wat heb ik aan heavy oxygen tanks? Hoe kom ik eraan? Oh, die zijn van mij. Oké, okay, dus, ik heb hier potion of erosion. Oh. Oké, okay, nou, duidelijk. Dank je, David. En oh, hier zit allemaal redstone. Vines. Yes, handig. Precies wat je denkt. Sprouting. Oeh, leuk. Een boom. Ik heb hier een brew of raising. Wat doet dat dan? Raising? Ja, dat is niet... Motherfucker! Ja! Maak hem dood! Ja. Ik heb hem dood. Hij is dood. Oké, okay, en een brew of thorns? Die hebben we ook al gebruikt. Maar je hebt er volgens mij ook nog eentje met ijs. Hey, ik wil jullie even op wijzen dat we dit schijnbaar in Marnix's huis doen, hè? Dat zou ik vast wel leuk vinden. Brew of ink? Iemand? Ink? Hé, hey, maar wacht. Hoe kom je weer omhoog? Je verandert in een vleermuis. Dat is best een beetje opgebouwd. Oh my god, waar ben je, David? Ik ben bij... Als je naar mijn huis toe komt, dan haal ik jullie wel op. Oh, oké. Oké, waar zijn we nou? Ik heb een heel mooi wapen heb ik voor Joris gemaakt. En die mag die hebben. Die wil ik even officieel geven. Dat doen we bij zijn eigen huis zo. Oké, kom maar. Volg mij. Oh, je bent Pieter geworden. Dat zegt ja, al genoeg. Nee, huh? Ben ik Pieter? Ik moest snel iets anders als een vleermuis hebben, vandaar. Ah, oké. Okay. Oké, hiervoor gaan we uiteraard wel eventjes op het huidige, moet je even op het heilige roze hout gaan staan. Dan kunnen we de ceremonie starten. Ik zal de ceremonie filmen. Waarom vertrouw ik dit niet? Ten eerste, hij is Pieter geworden. I knew it. Oh my god. Hij escaped. Nee. Oh my god. Nee! Dat was mijn truc. Ik wou je ergens doorheen laten vallen. Zo de lava in. En ik ben dood. Yes! My plan worked. Het is een beetje hentai-achtig dit, man. Ja, het is typisch mij dit. Het is gewoon, Je snapt natuurlijk wel waarvoor ik dit gebruik. Ja, het is voor manga-meisjes, hè? Ja, nee, natuurlijk. Die gaan er dan in staan, zo? Kan dat? Ik weet niet, kun je erin staan? Ja, nee. De manga-meisjes kunnen dat wel, maar wij niet. Want het is niet voor ons gemaakt.
Nee, nee, oké, duidelijk. Ik heb trouwens ook nog een brew, een speciale. Nou? Oké, waar zijn jullie? Maar buiten. Oh. Okay, ja, het kan alleen maar buiten. Kijk. Ik heb hier de Brew of Bats. Woe! Waarom ben ik zo traag? Dat is de Brew of Bats. Nice! Oh. Sorry, ik was op die standbeelden aan het schieten. Ondertussen ben ik al 3 keer dood. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Doe je goed. Waar span je eigenlijk als je dood bent? Echt op een hele weird ass plek. Ja, dat is altijd al zo geweest. Dus... Wacht maar eens. Nee, maar dit... Nou is het echt gewoon... Nog raar? Het is echt weird. Maak me maar eens dood. Waar ben je dan? Oh, daar. Nee, dat is Kees, hè? Hallo, waar ben jij? Ja, ik ben hier eens, Joris. Een TP nou maar eens naar mij toe, Kees. Oké. Gewoon Joris. Huh? Huh? Oh nee, maar hier spannen we volgens mij al... Dit is allemaal corrupt. Gewoon alles hier is corruption geworden. Hoe is dat gebeurd? Nee, maar... I don't know! Maar wat is dit? Wat gebeurt er als ik hierin ga? Waar de fuck dit is zijn gewoon, we? Dit is zeg maar die plek... Dit is de plek waar we eerst altijd naar Tropicraft gingen. Dat is hier. Jezus! En dat is helemaal veranderd, omdat het gewoon... Er is corruption of zo plaatsgevonden. Dat is wat het is. Kijk, dit is allemaal corruption. Het water is helemaal rood, maar... Au! Hey. Niet in gaan zwemmen. Rood. In het water mag je niet zwemmen. Tenminste? Nou, dat is wel lekker hoor. Oh, het komt wel. Hier kun je wel gewoon in zwemmen dus. Maar voor de rest, alles is corruption. Jezus. Volgens mij zijn er ook sommige blokken hier die gewoon lethal zijn. Als je erover loopt, krijg je ook gewoon sommige mensen die pijn. Aan het schieten zijn, heb je ook. Vet raar. Ja, dat zijn het vreselijkst. Ja. Mensen hier, zoals dit. David. Nee. Hey Kees, jij wil wat feedback hebben van de kijkers volgens mij voor een volgende keer, toch? Ja, voor een volgende keer aan de volgende serie. Want we willen eigenlijk, we hebben eigenlijk al heel veel dingen gedaan met Epic Mod. Wacht, ik ben jullie even allemaal kwijt. Oh, wacht hier. Nee, we hebben echt wel heel veel dingen gedaan op Epic Mod. We hebben eigenlijk vrijwel alle mods wel behandeld, voor alle coole mods. En wij wilden eigenlijk een nieuwe serie starten. Met een nieuwe modpack. Dat was mijn beetje. Ja. En dan kunnen we het zelf gaan verzinnen, maar als jullie een leuke suggestie hebben van wat je altijd al een keer hebt willen zien, inderdaad, dan mag je dat ook even in de reacties achterlaten. Ja, wij zoeken eigenlijk gewoon een modpack met echt heel veel toffe mods waar we echt heel veel dingen kunnen doen. Een beetje kunnen survivalen, maar ook gewoon dat er superveel mods zijn. En superveel toffe dingen om te ontdekken. Dat een beetje, au. David. Oh ja, Joris, we draaien het om. Kijk, hier. Omdat ik laat zien dat ik geen scumbag ben, mag jij mijn gear en het wapen. En ik weet zeker dat je altijd al een keer Pieter hebt willen doodmaken. Oh kut, je bent echt met één klap dood. Are you kidding me? Je had me al 2 keer geraakt. Dus het is echt gewoon... Dat is echt lullig. Dus zal ik de tafel overnemen. Nee, laat hem dat... Kees, je snapt er geen ene flikker van. Okay, maar nou, dit was een revenge. Maar nou, ja, nee, niks ervan. Je hebt gewoon niks volgende. Je hebt je zitten mengen in een gevecht die niet de jouwe was. Sorry, kijk, Kees. Kijk. Sorry, je moet er nou aan. Pak hem. Kees. Pak hem. Pak hem, Joris. Hey, ik ben David. Vermoord Pieter. Nee, dat ben je niet. Wacht, ik probeer mijn David te stellen. Ik heb al 4 kogels. Oh, dat is kut. Heb je geen zwaard? Nee, die heb jij... Nee, die heb ik niet. Die is ergens nog waar ik dood ging. Mooi zo, jongens. Ja. Oh. Ja. Oh! Wat? Wat gebeurt er? Wat? Nee! Haha! Doe je Kees! Godverdomme! Wat is er? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Ik ben Waar naartoe? Wat is er? Wat is er aan de hand? Ik zweef volgens mij. Oh! Zweef je? Nee! Ja, daar ging ik. Oh, wat erg. Hoe komt dat? Ja! Ik heb geen idee, David. Jammer. Zomaar toen je Joris aankeek, ging je daar in één keer ging je zweven, zei je. Ja. Maar toen viel je, dus je zweef niet echt dan. Nee, ik viel en toen... Nou ja, zeg. Nou, ik vind het wel raar dit hoor. Maar ik vind dit eigenlijk wel een beetje het einde van de aflevering, mensen. Vinden jullie niet? Ja hoor, ik vind het prima. Ik vind het prima. Laat nog even een duimpje omhoog achter, dat wordt altijd gewaardeerd. Plaats een reactie met wat jij graag zou willen zien in het volgende Epic Mod seizoen. Met David en mij en nog veel meer andere coole mensen. En dat was het eigenlijk wel. Moet ik nog iets anders zeggen, jongens? Ik zou jullie nog een prijs willen. Ja, jongens, en ik zijn nog in gevecht. Wij zijn in gevecht, ja? In gevecht tot den dood. Ja. Je hebt me de verkeerde ammo gegeven, David. Dat was de truc. Maar je hebt gelukkig al ooit nog een zwaard. Ah, ik krijg er een boom staan. Fuck ja. Oh, he's reloading! Nee. Door de boom. Dood! Oh, hij is fucking boom, man. En dan wil ik hiermee de aflevering afsluiten, guys. Dus mensen, kom maar met jullie feedback over wat jullie graag willen zien in het volgende seizoen van Epic Mod.
wat voor mods en wat jullie leuk lijkt. Dat ze een eigen modpack moeten samenstellen, dat jullie zelf iets fucking cools hebben. En dan check ik jullie later en ik denk de anderen ook, right? Zeker weten, tot de volgende keer jongens. Later. Later mensen. Doei. So we harmony.